De gemeente Alkmaar heeft een landschap vol erfgoed. Maar hoe ga je om met een erf als je net een stolboerderij hebt gekocht in de Schermer of in de Beemster? En waarom is het dorpsgezicht van de Rijp eigenlijk zo belangrijk? Om op dat soort vragen antwoord te kunnen geven, organiseerden Landschap Noord-Holland en ADAPT een speciale avond. Samen met ADAPT, de erfgoedvereniging van Alkmaar, organiseren we de erfgoedavond in de Rijp. Zo doen wij dat hier, is de titel. En daar gaan we een mooie, genoeglijke avond houden. Over eigenlijk twee onderwerpen, het landschap en de erven in de huidige gemeente Alkmaar, het voormalige Graf de Rijp. En we gaan het ook hebben over de zogenaamde erfenhandboeken, dus meer het buitengebied van de gemeente. Daarbij hoort ook dan de Schermer en de Beemster. Uitbreiding van het dorp veel te groot en met in hun ogen foeilelijke nieuwbouw. Ze besloten een actiegroep op te richten en mensen te mobiliseren om deze rampen af te wenden. Dat werd Red de Rijp. Hier, dit zijn bakstenen uit een sloopcontainer hier uit de buurt. 17e en 18e eeuwse bakstenen. Ik denk van ja, ook daar zit een geschiedenis in als je je voorstelt hoe dat vroeger gebouwd werd. En wat is nou echt een no-go voor zo'n erf? Nou, een van de dingen waar ik altijd erg ongelukkig van word, is als mensen van plan zijn met coniferen te gaan werken. Dat is dus eigenlijk niet wat wij noemen niet streek-eigen materiaal. Kijk, als je hier om je heen kijkt, dit erf hier, we staan nu in de Beemster. Ja, dat klopt, om het zo te zeggen. De bomen die hier staan, die horen hier van oudsher thuis. En als je met allerlei exotische planten gaat werken om het huis, ja, daar word ik niet zo gelukkig van. We hebben gelijk maar even haar ingeschakeld om te kijken op Google Maps in plaats van op deze tekening. Hoe het er nou uitziet, want er zijn gelijk al een aantal uitdagingen. Bijvoorbeeld wat ze net vertelde in het kort over die zichtlaan. En bij ons is die zichtlaan weer doorbroken door een kapschuur die je daar eigenlijk dus niet hoort. Nou, ik maak me daar niet zo'n zorgen over dat de nieuwe generatie geen belangstelling heeft voor authentieke erven. Kijk, op het moment dat je een erf koopt, zo'n boerderij als dit bijvoorbeeld, ja, dan heb je echt heel veel geld nodig. Die dingen zijn niet goedkoop. Ja, dat zijn toch ook meestal mensen die dan ook wel van plan zijn om ook toch een goede inrichting te doen. Ja, en als je ze daarbij kan helpen en met de juiste materiaalkeuze, zowel als het gaat om de planting als om het interieur van de stolp, ja, dan heb ik daar niet zo'n angst voor.